Sarina Wiegman zet het oud-bestuur van de stichting ADO Den Haag Vrouwen in het zonnetje. En dat is terecht. Vanaf nu gaat de ADO Den Haag Vrouwen verder onder de NV. Maar de stichting heeft een belangrijk aandeel gehad in de oprichting en de voortzettingen van ADO Den Haag Vrouwen. Dat is een van de weinige hoogtepunten. Dit is natuurlijk wel een goede mogelijkheid voor ADO Den Haag. Maar verder is er weinig te genieten in het Bingelstadion. ADO Den Haag wat met de nieuwe aanval speelt. Zag Ravensbergen en Raimakers vertrekken. Vorig jaar een gouden duo. Maar het komt wel op voorsprong. Althans, dat denkt het. Een prachtige uithaal, maar voor de oplettende kijker. De scheidsrechter heeft de hand omhoog en dat betekent een indirecte vrije trap. En daarom wordt deze goal terecht afgekeurd. ADO Den Haag is beter. Terwijl PSV vorige ronde zo goed begon aan de competitie. 5-0 tegen Telstar. Krijgt nog wel een kansje in de slotfase van de wedstrijd. Ook uit een vrije trap. Maar een goede redding van Barbara Loorscheid. Niet voor niets de derde keepster nog altijd van het Nederlands elftal. Roland Tenberge heeft bij PSV veel nieuwe speelsters mogen verwelkomen. En jong talent Fleur Stoit. Bal op de lat. Maar uiteindelijk krijgen ADO en PSV allebei een punt. 0-0 in Den Haag.